Hallo reviewvrienden, hoe is je daar? Hier is je helemaal fantastisch. Oh ja Jan, helemaal fantastisch. Heb je zo'n leuk weekend gehad? Nou, was best wel aardig, maar daar gaat het even niet over. Want Jans Reviews maken kans om genomineerd te worden voor de televisie online series. En dan vraag je natuurlijk af, hoe kan dat nou Jan? Want ja, ze haten jou bij de televisie. Je bent eruit gepeurd vorig jaar bij Roddelpraat. Met Dennis samen. Ja, dat klopt. En dit jaar zijn we al vooraf eruit gepleurd. En hebben wij besloten om Jans Reviews de grote kampioen te maken. Dus stem even. De link staat hieronder. Moet je helemaal naar beneden. Op het open infoveld. Jans Reviews. Want mij kunnen ze niet weigeren. Ze kunnen toch moeilijk een man weigeren die drie bolletjes mozzarella in zijn bakken steekt. Ja, toch? Dan gaan we winnen ook. Dus even stemmen, ja. Mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft er daar een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb nu al zin in die speech die ik gehouden. Oh, wat wordt dat leuk zeg. Milkshake. Milkshake. Ik vind het een mooi product. Ik eet het graag. Nou, niet vaak. Maar als ik het eet, of drink is het eigenlijk meer. Dan doe ik dat met plezier. Want wanneer neem je een milkshake als je zin hebt in iets kouds en iets zoets? Nou, en die softijs die je door het rietje heen zuigt, is koud en zoet als de pestbeurs. En dat kan heel lekker zijn, vooral met warm weer, met warm weder. Alleen dit is milkshake uit de supermarkt wat gewoon al klaar is. En dat doet mij een beetje de wenkbrauwen fronsen. Want volgens mij moet je dat toch wel een soort van vers maken. En niet al in een pakje hebben. Nou ja, het voelt al heel zwaar. Nou, dit is milkshake vanille. Waarom ze dat dan blauw maken, vraag ik me af. Maar goed, dit is milkshake Fasseur Fraise. Maar ja, als je hem omdraait is het met aardbeiensmaak. En dit is serveur bananen, oftewel bananensmaak. Welke milkshake vind ik het lekkerste als ik bijvoorbeeld een milkshake eet en drink? En eigenlijk is dat alleen maar bij McDonald's, waar ik eigenlijk nooit kom, weet je nog? Neem ik aardbei. Ja, dus als ik ervan uit mag gaan dat dit te nakken is, dan denk ik dat we hier al een winnaar hebben. Omdat ik gewoon ja, iemand ben die gewoon gelooft in vaste patronen. Hè? Wat voor milkshake bestel ik? Nou, aardbei. Die andere smaken ken ik niet eens. Ik moet nooit proberen. Ja, banaan is ook wel lekker. Maar die andere, ja, vanille of chocolaatje, dat gebruik je toch niet? Ik bestel aardbei en niks anders dan aardbei. En daardoor heb ik een heel beperkt wereldbeeld. Geef ik je ook toe. Enfin, we eindigen met de aardbei. We beginnen met de vanille. Ja, ik ken dit product niet. Wat zit erin? Er zit in suiker. Oh, melk. 86% melk in een milkshake, begrijpelijk. Suiker en ja, en allemaal troep. 30 seconden schudden, ijskoud serveren. 30 seconden schudden, nou dat doe ik dan wel even in één keer. Die 30 seconden gaan nu in. Dat waren 30 seconden. Ik heb pijn in mijn nek. Goed, ze zijn geschud. Dan gaan we ze drinken. Dekkeltje gaat eraf. En rietje. Ook de instant milkshake is aan de EU-ziekte niet ontkomen. We hebben hier dus een hartstikke plastic bakkie. Een plastic kommetje. Dit zit er een alufolietje op. Hier hebben we een plastic schilder. En wat hebben we dan? Een kartonnen rietje. Want dat gaat helpen. Ja, minder plastic. En die plastic rietjes die zijn verschrikkelijk. Want ze beïnvloeden de smaak van dingen. Dus dat rietje gebruik ik niet. Ik gebruik nergens waar ik kom, waar ik een papieren rietje krijg. Gebruik ik een rietje, dan drink ik wel uit het kannetje. Godverju, hier zit dus helemaal geen dingetje aan, dus ik heb dat papieren rietje wel nodig.
Hartstikke idee. Het is extreem zoet. Het is echt vanille. Het is heel melkig. Het doet niet heel erg als een milkshake aan. Omdat je dik geworden gezoete melk zit te drinken. Oh, maar Jan, dat is toch het hele concept van milkshake? Nee. Ja. Maar dat komt, die dikte komt door ijsvorming. Hier zit geen ijsvorming in. Want dit komt niet uit de vriezer. Dus die dikte, die wordt gemaakt door gom of wat dan ook. In ieder geval... aardbei. De aardbei hebben ze verpest. Want je kent toch wel de chemische aardbeismaak? Die smaakt naar chemische aardbei. Wat ze hier hebben gedaan om het naar aardbei te laten smaken, ik weet het niet, maar... Dat heeft niks met aardbei te maken. Gadverdamme. Gadverdamme. Oh. Jezus. Nou, ik begrijp toch wel dat dit programma straks gewoon met een televisierring ervan tussen gaat. Want dit is nou gewoon entertainment en onderzoek. Journalistiek onderzoek. De aardbei smaak van deze milkshake. Wat merk is dit trouwens? Er staat hier een merk op. Ja, behalve milkshake. Nou, de aardbeiensmaak van deze milkshake van, oh, het is van Milsa. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar de aardbeiensmaak van Milsa is verschrikkelijk goor. En dan hebben we natuurlijk ook nog het hele verhaal. Ja, dat het niet echt een milkshake is. Dat het melk is met verdikkingsmiddel erin. De vanillesmaak die was nog van vanille. En dan heb je de aardbeiensmaak in die smaaknaam. Ja, weet ik niet. Het heeft weinig met aardbei te maken. Het is in ieder geval heel vies. Het is... Kijk, die chemische smaak, natuurlijk, er zit er geen aardbei in geprakt. Snap maar reet het nog wel. Maar de chemische smaak aardbei, die is prima te doen. Net als de chemische smaak framboos prima te doen is. Alleen deze smaakt gewoon... Ja, totaal in een aardbei manier. Meer alsof je het verdelgingsmiddel aan je mond zet. Weet je wel? Dat je als je groene aanslag van je teel zou willen halen. Hoe is de banaan dan, Jan? Beter dan de aardbei. Maar daar is dan wel ook alles mee gezegd. De chemische smaak banaan is namelijk ook heel erg makkelijk en lekker te maken. En dat is Milsa dus ook niet gelukt. Het is raar. Het komt in de buurt van milkshake. Maar het heeft natuurlijk niet... Er is geen bevriezing aan te pas gekomen. Dus het is verdikte but. Je ziet gewoon dikke... Beetje pap. Het is koude pap. Koude pap met de smaakie. Nou, niet helemaal mijn koude pap met de smaakje, kan ik je vertellen. De banaan is ook niet echt lekker. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes worden een slachting voor de firma Milsa. En hun achterlijke product, wat milkshake moet zijn, maar dat niet is. Het is verschrikkelijk. Het is vies. De structuur is vies. Want dat kennen we nou wel. Dit is dik gemaakte melk met chemicaliën. Dat voelt niet lekker aan. Voelt niet lekker aan. Het komt niet in de buurt van milkshake. En dan heb je nog de eenvoudigste smaken die je loopt te verkloten. Want laten we werkelijk zijn. De milkshake aardbei, het smaakt naar vergif. Het smaakt naar vergif. Die krijgt gewoon een 2. Die is echt heel smerig. Gadverdamme. De milkshake banaan zou een hele makkelijke optie zijn. Jullie doen een spuitje bananensmaak erin. Klaar is als een klontje. Is niet gelukt. De smaak banaan is verpest. Ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Het smaakt niet echt lekker en het smaakt niet echt naar banaan. Maar het is niet zo goor als die. Deze krijgt een 4. Dat is ook nog best wel hoog, kan ik je vertellen. En de winnaar, dat had ik dus niet verwacht, is dus de milkshake vanille. Vergeleken met dit kotsopwekkende goedje, is de milkshake vanille best wel lekker. Die is best wel oké. Dus die krijgt van mij een 6. Niet hoger, omdat het product aan zich... Zit er hier in ietsje. Het product aan zich is verschrikkelijk. Maar deze smaak is dan nog wel oké. Dus die krijgt dan van mij een 6. Ja? Mooi. Gaat het verder? Leuk. Dag.
Zieke kinderen thuis. Hartstikke leuk op.